Stefan! Hi, Sander. Alles goed? Ja, heel goed. Met jou ook? Waarom wilde je hier afspreken? Mooi stekje toch? Ja, ik ben, absoluut. Ik ben zelf een hartstochtelijk Feyenoord supporter. Ja? En, ik heb al heel lang, op het moment niet, maar ik heb heel lang een seizoenkaart gehad. Het zit hier bloed, zeggen ze. Hè? Ja. Het is bijna een religieus gevoel. En vooral de ervaring dat je ziet dat zoveel verschillende Rotterdammers, zoveel met verschillende achtergronden en verschillende culturen, dan samen zij aan zij staan te juichen en dat clubgevoel delen. En dat is wat ik ook zie voor Rotterdam. Dat we allemaal Rotterdammers zijn. Dus in die zin is het echt fantastisch. Waar zit jij altijd? Ik zat daar in het hoekje bij vakje EE. Ja? Dat was op de tweede ring. Daar had je mooi zicht op het veld. En daarvoor heb ik ook een tijdje gezeten bij vak U. Dat was in de buurt van vak S, dus achter de goal. Dus dat was fanatieker toen ik nog veel meezong en heel erg intensief meedeed met de wedstrijd. En hoe fanatiek ben je echt? Elke wedstrijd die volg ik. En natuurlijk vorig seizoen. Dat was natuurlijk fantastisch. En het was echt alsof het een boek was. Alsof je een roman leest. Gewoon heel het seizoen bovenaan. Eerst 3-0 op je snuffert krijgen bij Excelsior. Ja. En dan met lood in de schoenen naar huis. En dan de volgende dag met grote spanning naar een café lopen waar ik dan de kampioenswedstrijd heb gekeken. En dan de goal van Dirk Kuyt naar ongeveer de 37 seconden. Dat was volgens mij binnen een minuut. Heel snel, ja. Heel snel. Ja, dat is echt een van de mooiste momenten van mijn leven. Dat je zag dat uitgerekend Dirk Kuyt teruggekomen om deze club kampioen te maken. Die wedstrijd zo snel al omkeert en echt het gevoel aan het stadion geven, we gaan hem worden. We gaan na 18 jaar gaan we gewoon kampioen worden. En Rotterdammers naast elkaar huilen. Zingen, toeterende auto's, dat vergeet ik echt nooit meer. Dus eigenlijk staat de Kuip symbool voor Rotterdam? Ja, wat we zien in de Kuip. Oer-Hollandse Rotterdammers staan te juichen voor Karim El Amadi. En Rotterdammers met Turkse wortels of Surinaamse wortels of Marokkaanse wortels, die staan te juichen voor Dirk Kuyt. En dat geeft aan wat je afkomst ook is, wat je culturele herkomst ook is. Je gaat allemaal voor dat hogere doel, die doelpuntjes van Feyenoord. En in de stad zie ik dat ook voor me. Al die afkomsten van al die Rotterdammers, we zijn allemaal Rotterdammers en we gaan allemaal voor die eerlijke en rechtvaardige stad. Je kan heel goed praten over voetbal, maar kan je het zelf een beetje? Niet zo goed, maar ik neem aan dat we het even gaan proberen. Kijk eens wat ik bij me heb. Hey, we gaan het doen. Hierachter ligt een veldje. Zullen we even naartoe gaan? Laten we dat doen, man. Kom op. Nou, ga je keepen? Hey, veel succes. Kom erop. Ja! Dat is niet goed. Kijk of ik dit nog kan. Nee. Ik heb hem. Maar ja, je bent niet alleen voetballiefhebber, je bent natuurlijk ook politicus. Zeker. Wat zijn jouw plannen voor Rotterdam? Ons niet laten uitspelen tegen elkaar, maar echt ervan uitgaan dat we allemaal Rotterdammers zijn. Dus dat betekent een stukje doen aan discriminatie. Dus het mag niet meer zo zijn dat mensen op hun afkomst of op hun religie beoordeeld worden in de samenleving. Maar ook een stukje armoedebestrijding wil ik heel erg veel werk van gaan maken. Ja, hoe wil je dat doen? Nou, we hebben in de afgelopen tijd gezien dat de Rotterdamse gemeente geld krijgt van de landelijke overheid om armoede te bestrijden, maar het wordt daar niet aan uitgegeven. Oh. En Rotterdam is de stad waar de mensen de meeste kans hebben om in armoede te leven. Maar wordt het dan aan uitgegeven? Dit stadsbestuur vond het belangrijker om tientallen miljoenen te gebruiken om de Coolsingel te renoveren. Maar ik vind het nogal raar dat je tientallen miljoenen steekt in de Coolsingel, terwijl bij wijze van spreken op nog ineens een kilometer afstand mensen in de rij staan voor de voedselbank. Dus dat geld dat moet echt naar de mensen die het nodig hebben, de mensen in een kwetsbare situatie, en die moeten we echt gaan helpen in de komende 4 jaar. Nog meer plannen? Betaalbaar wonen. We moeten ervoor zorgen dat er betaalbaar wonen is in deze stad voor alle Rotterdammers. Dus de plannen om de 20.000 betaalbare woningen eigenlijk te slopen in deze stad, die gaan wat ons betreft van de baan. Onderwijs is ongelooflijk van belang. Ja. Kansengelijkheid in het onderwijs. Dus de portemonnee van je ouders en je afkomst mag niet meer uitmaken van hoeveel kans je hebt in het onderwijs. Gelijke kansen. We moeten wat doen aan het lerarentekort. We gaan heel veel groot tekort hebben aan leraren in deze stad dadelijk. En daar moeten we echt maatregelen opnemen dat we genoeg mensen voor de klas hebben. Kan je nog een beetje keepen ook trouwens? We gaan het proberen. Komt-ie. We gaan het proberen. 1-0 voor jou. Ja. Recht bovenhoek. Komt-ie. Oh! Oké, dit heb je gewonnen dan. Ja, het was een mooie poging. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Veel plezier. Jij ook.